Helje Osdurp, het lied over helden, raakt steeds meer in de vergetelheid. Dat vindt althans Pieter Jansen, een echte heldenaar en groot liefhebber van het Heldense lied. Het werd geschreven door zijn grootvader. Eigenlijk maakt het heel speciaal dat het in 1947 geschreven is, net na de Tweede Wereldoorlog. En wat er zo speciaal aan is, is dat het nogal positief van inslag is. Van nou, met z'n allen de sjouwers te honger en we maken er het beste van. Dat is eigenlijk in een notendop de inhoud van de tekst Helje Osdurp. Dit lied is jarenlang metgegangen, werd op Liegeren Sjoelen gerepeteerd. De fanfare speelde het een heel aantal keren. Bij de installatie van een burgemeester is het gezongen. In Brazilië is het zelfs gezongen voor een pater. Ja, en het is in de vergetelheid geraakt. En eigenlijk kennen we nog steeds Sjoen Helje Durp van de Bretelboys, ook machtig mooi. Maar Helje Osdurp is net ietsje ooier. Pieter wil dat het lied behouden blijft, ook voor de volgende generaties. Daarom heeft hij een website over Helje Osdurp gemaakt. Helje.online. De website heb ik eigenlijk gemaakt omdat ja, dat lied nimmer zo bekend is. De meeste mensen die 60 jaar en ooier zien in Helje Durp, die kennen dat liedje nog wel. Dus als die dat lied huren, dan beginnen die met te zingen. Maar daaronder eigenlijk, mijn generatie en een beetje daarboven, die kennen dat helemaal niet. Nou, dat vind ik eeuwig zing. Dus ik dacht van, de waardering moet er komen om dit lied vereeuwig te horen. En dat is eigenlijk de reden dat ik die website begonnen ben. Ja, misschien ook wat iets wat nostalgische gevoelens die meespelen ook. Ja goed, mijn grootvader heeft het geschreven. In de hele familie was dit bekend. Heel Helje Durp van 60 jaar en ooit zingt dat lied. Dus uiteraard is er melancholie ten top. Dus dit moet gewoon een schoene plek krijgen. Helje Osdurp is in haar 110-jarig bestaan in verschillende hoedanigheden gespeeld. Op de website van Pieter is een versie van het lied uit 1958 te beluisteren, opgenomen tijdens een bruiloft. Hoe zou het weer wat meer een nieuwe status kunnen krijgen volgens u? Nou, ik ben bezig met een achterneef van mij om te kijken of we dit een beetje in een moderner jasje kunnen steken. En ja, goed, men weet wat er uit komt. Het mooie is ook om te melden dat mijn opa schreef Helje met een D. Mensen in Wiert spreken inderdaad helden nog uit als Helje. Die D is in de vergetelheid geraakt. Dat is ook een stukje cultuur van vroeger. Daar is het over de Beus en de Kouberg. Ja, het zijn woorden die wij eigenlijk helemaal niet meer kennen anno 2024. Nee, dus het is ook wel echt een stukje geschiedenis weer moderniseren eigenlijk. Eigenlijk wel, maar vooral koesteren. Koester datgene wat in het verleden allemaal gebeurd is. En geeft het een plaats zodat de huidige generatie en vele jaren verder er nog altijd plezier van kunnen hebben.